En er zijn nog wat termen die je moet kennen. Niet veel hoor. Die ik nog niet in die eerdere filmpjes langs heb zien komen. Als je een lichtstraal hebt waar alle lichtstralen netjes naast elkaar lopen, als de sporen van de tramrails op de banen op een auto weg, dan noem je dat evenwijdig, oftewel een evenwijdige lichtbundel. Je kan ook wel eens hebben dat lichtstralen steeds dichter bij elkaar komen. En als lichtstralen steeds dichter bij elkaar komen, heet dat een convergente lichtbundel, oftewel die bundel is convergent. Nou, dan kun je ook nog hebben dat lichtstralen steeds verder uit elkaar gaan. En als dat zo is, als ze steeds verder uit elkaar gaan, dan heet het een divergente bundel. Dus deze lichtbundel hier is divergent. Let altijd op, je moet dus zien welke richting ze hebben, want anders kun je het verschil niet zien tussen divergent en convergent. Ik had nog één volgens mij. Divergent, convergent, evenwijdig. En oh ja, terugkaatsing. Als je bij terugkaatsing een spiegel hebt. Een spiegel is glad. Dat betekent dat waar ik de normaal ook teken, die normaal, die staat altijd dezelfde richting in. Deze zal hetzelfde zijn als die, zal hetzelfde zijn als die. Die zijn allemaal dezelfde richting op. Want de spiegel is overal dezelfde richting. Dat betekent dat als ik lichtstralen binnenkrijg, dat die allemaal volgens de hoek van, volgens de wet van terugkaatsing, hè, de terugkaatsingswet, dat die allemaal zo ook op dezelfde manier terugkaatsen. Netjes naast elkaar blijven ze. En dat heet spiegelende terugkaatsing. Daar gaat al dat spiegel over. Dan kun je de spiegelbeeld zien. Je kan ook wel eens hebben dat zo'n voorwerp helemaal niet glad is. Bijvoorbeeld dit whiteboard is helemaal niet zo glad. Daarom spiegelt het niet echt goed. Dus als je heel precies zou kijken door een microscoop of zo, dan zie je dat dit helemaal niet zo glad is als het lijkt. En dat het dus van opzijde er zo uitziet. En dan kan ik je wel arceren wat de achterkant is. Maar dat maakt er nog geen spiegel van. En die normaal, die staat helemaal niet altijd dezelfde kant op. Kijk maar, als ik hier bijvoorbeeld kijk, dit stukje hier, dat loopt een beetje scheef zo, hè, dit hier. Dit stukje. En dat betekent dat als ik hier de normaal teken, wijst die normaal die kant op. Maar hier bijvoorbeeld loopt het stukje, hier dit bovenstukje van die berg, dat bergje zeg maar, is gewoon recht. Dus deze normaal, die wijst gewoon omhoog. En hier loopt het zo, dus hier is de normaal juist die kant op. Nou, zo kan ik nog wel doorgaan. Overal waar ik kijk is de normaal anders. En wat je dan krijgt, is dat lichtstralen ook niet meer netjes naast elkaar blijven. Dus deze lichtstraal, die gaat meer en meer zo terug. En die, een andere lichtstraal, die ongeveer dezelfde richting had als deze, die precies dezelfde, en die hem hier raakt, die gaat veel meer die kant op. En eentje die hem hier raakt, die zal nog meer die kant op gaan. En eentje die hem zelfs hier raakt, nou, die gaat zelfs zo, en die zal hem hier nog een keer raken en zo verder gaan. Dus wat zie je? Dit wordt een heel rommelig plaatje. Dat is op zich helemaal niet erg, want soms is de natuurkunde gaat over de natuur. En soms is de natuur gewoon rommelig, vaak zelfs. En wat je hier ziet is diffuse terugkaatsing. En diffuse terugkaatsing, dat betekent dat er wel licht vandaan komt. Hè. Dit whiteboard ziet er gewoon wit af, al het wit uit, al het licht kaatst er gewoon af. Maar het is niet meer netjes naast elkaar, dus er is informatie weg. Het is niet zo dat ik hier in dit whiteboard kan gaan kijken en even kan kijken of mijn haar wel goed zit. Want alle informatie is weg, het is allemaal door elkaar heen gegooid. Het is alsof ik een foto heb genomen en ik heb alle pixels van die foto losgemaakt, in een zakje gegooid, door elkaar geschud en weer uitgestrooid. Je weet niet meer wat het plaatje was, maar het licht is er allemaal nog. Dan is er dus wel teruggekaatst, maar er is niet spiegelend teruggekaatst, maar diffuus teruggekaatst. Nou, dat waren die extra termen.